Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 22 mei van Weerplaza. Een hoogdrukgebied krijgt steeds meer grip op het weer in onze omgeving. Het zorgt ervoor dat de wolken in de loop van de ochtend oplossen. Vanochtend schijnt vooral in het westen de zon geregeld. In het oosten zijn nog meer wolken aanwezig bij een temperatuur van 12 of 13 graden. Vanmiddag breekt overal de zon goed door. We zien een mix van zon en stapelwolken bij een temperatuur van 17 graden. In de kustprovincies tot lokaal 20 landinwaarts. Vanavond lossen de wolken op, het blijft droog en de temperatuur ligt tussen 13 en de 16 graden en de wind zwakt af. Morgen is ook een fraaie lentedag, het wordt nog iets warmer dan vandaag, 19 graden in de kuststreken tot 23 verder landinwaarts en dat bij geregeld zonneschijn en niet al te veel wind vanuit het westen. Vrijdag is het ook nog fraai, met 19 tot 23 graden ook warm. Zaterdag blijft het ook nog droog, maar dan wordt het frisser met 16 tot 18 graden. Op zondag is de kans op regen groter. Mijn naam is Diana Boei van Weerplaza.